Madness. En aan de buitenzijde de komt naar voren die Megan Flevo. Aan de binnenzijde erachter de vier Manuela's Mission. En langs het paviljoen van de gele Canaries zien ze dat het treintje aan de buitenkant opgestoomd komt. Maar die Dion Offenberg aan kop van het veld, die lijkt zich nog niet al te grote zorgen te maken. Heeft met Casper het heft in handen, maar aan de buitenzijde is Megan Flevo natuurlijk niet de eerste de beste. Daarachter hebben we dan Madness aan de binnenkant en die wordt gevolgd door Kiss and Ride. En achter Kiss and Ride komt nu de ruimte voor Manuela. Mission, maar dat zou wel eens aan de late kant kunnen zijn. Want we gaan inmiddels op weg in een moordend tempo naar de laatste bocht. Met dezelfde koploper. En dat is nog altijd die Casper. Op de tweede plaats hebben we dan aan de buitenzijde doordrukkend. En wat loopt hier in koers? Megan Flevo. Maar een kanariefeestje is hier in de maak. Wie oh wie gaat het worden? Kiss and Ride of Megan Flevo? Chelsma van den Berg. Wat schitterend zo op weg naar die kanarietribune. Laat je maar horen voor ze. De winnaar is nog niet bekend. Megan Flevo aan de buitenzijde. Kiss and Ride en Megan Flevo. Megan Flevo, Kiss and Ride. En op de derde plaats dan de moegestreden Casper voor de rest. Dat is de voorlopige uitslag. Wat een feest voor de Canaries, zeg. Deze twee paarden mijlen te goed. En wie het gewonnen heeft, dat mag de aankomstrechter bepalen. En mooi om te zien dat een flinke delegatie van het eigenarencollectief zich heeft gemeld hier bij de huldiging. We moeten uiteraard nog even wachten op het moment dat we daadwerkelijk groen licht krijgen voor deze winnaars. Megan Flevo, een vijfjarige donkerbruine Mary Muscle Maas uit Constantia River, is gefokt door de familie Iwema en Aad van Schie in bezit van de gele Canaries. Bas Krebas, de trainer, geweldig gereden door Hiltje Chelsma. En namens de CA de Grootgroep worden de ereprijzen overhandigd aan de dame die door het leven gaat als de vliegende Friezin. En daar vandaag toch wel weer gehoor aan gaf. Na moeilijke koers, heel veel karakter getoond door Megan Flevo. En die won het hier voor die andere Canary Kiss and Ride. Die eigenlijk wel de koers op maat kreeg, maar het net niet kon afwerken. Dus dan kan je toch spreken over een verdiende winnaar. In dit geval paard nummer 9, Megan Flevo. Zonder overigens daarmee de troon van het hoofd van Kiss and Ride te willen stoten. Dat is niet handig hier met allemaal eigenaren erbij. En de burgemeester is erbij, mevrouw Schouten van Alkmaar. En diverse felicitaties. En ik baan mij een weg naar Hiltje. Gefeliciteerd, je was erg blij. Ja, wat is dit fantastisch. Nou, gewoon zo'n toppaard. En dan krijgen we het niet cadeau, Dooienspoor. En ja, hoe ze het afmaakt, fantastisch. Maar het Dooienspoor leek een bewuste keuze. Nou, ik kwam heel goed van start af en toen dacht ik... Ja, maar ik denk, het moet mooi zitten blijven en dan misschien trekt Wim uit. Wim Brouwer deed hij niet, die bleef zitten. Ik denk, dan rijd ik rustig aan op haar eigen benen naar voren. Nou. Maar je, na de finish twijfelde je, denk ik. Ja, want ja, dat is zo spannend. Je bent gewoon aan het finish rijden en je kijkt niet. En ik had wel een stukje wiel voor, maar ja, dat is maar net hoe je kar geklikt is. Nou, het lukt. Eén klein puntje van zorg, Hiltje. Twee amateurkoersen vandaag. Je bent maar één keer geboekt, dat gebeurt zelden. Nee, maar dat is zo. Maar 100% scoren. Zo kan je het ook uitleggen. Heel goed. Volgende keer weten ze jou weer te vinden. Hiltje Chelsma slaat hier genadeloos toe onder het toeziend oog van onze burgemeester Schouten. Hier in Alkmaar, winnaars van de CA de Grootgroepprijs. Nu kunt in de handen, dames en heren, fantastische winnares Hiltje Chelsma. En altijd even enthousiast. En een fantastisch paard, Megan Flevo, die voor de 12e keer in haar carrière uit 31 starts weet te winnen.
Nog 100 meter. Auto versnelt. 50 meter nog. En de start is gevallen. En er is er één nog sneller dan de twee startkanonnen. En dat is Madness. En die gaat het veld de weg wijzen. Met aan de buitenzijde dan de opkomende Casper. Die wil de leiding overnemen, maar krijgt nul op het rekest. En daarachter hebben we dan aan de binnenzijde Manuela's Mission. En dat is best wel een handige actie, denk ik, van Wim Brouwer. Want die laat die andere twee paarden het vuile werk opknappen. En ligt daar op een derde plaats. Maar het is een moordend tempo in de beginfase. Waarbij Casper nu toch doordrukt en die lengtevoorsprong pakt op Madness. De derde plaats voor Manuela's Mission. En vanuit de start van het veld komt aan de buitenzijde al naar voren Megan Flevo. Achter Megan Flevo hebben we dan aan de binnenzijde Lop to Miss. En die Lop to Miss die wordt gevolgd door paard nummer 8 Kiss and Ride. En achter Kiss and Ride hebben we dan Anja Einarsson met Icarus O. En de laatste twee Wild Nature. En achter Wild Nature is er nog aansluiting voor Samantha Stolker met I Dream With You. Nou, dat is de situatie als de rust is wedergekeerd in het veld. En we zo dadelijk nog iets minder dan twee rondes af moeten leggen met aankop van het veld Casper. Casper vandaag op Alkmaar met op de tweede plaats dan Madness. En in derde stelling hebben we dan aan de binnenzijde Manuela's Mission. Brouwer die het nog te vroeg vindt om zijn favoriet al naar het tweede spoor te brengen. Dat is een risicootje, want aan de buitenzijde is inmiddels paard nummer 9 Megan Flevo ernaast gekomen. Die zal niet zomaar opgeven. Is bovendien de ideale gangmaker voor die andere kanarie in het veld. En dat is dan Kiss and Ride. En aan de binnenzijde daarachter hebben we Lop to Miss. En zo komen de paarden dan weer door de Boco-bocht op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Met Casper en Dion Offenberg die hier het veld te weg wijzen. Met op de tweede plaats erachter dan Madness. En aan de buitenzijde komt naar voren die Megan Flevo. Aan de binnenzijde erachter de vier Manuela's Mission. En langs het paviljoen van de gele Canaries zien ze dat het treintje aan de buitenkant opgestoomd komt. Maar die Dion Offenberg aan kop van het veld die lijkt zich nog niet al te grote zorgen te maken. Heeft met Casper het heft in handen, maar aan de buitenzijde is Megan Flevo natuurlijk niet de eerste de beste. Daarachter hebben we dan Madness aan de binnenkant en die wordt gevolgd door Kiss and Ride. En achter Kiss and Ride komt nu de ruimte voor Manuela's Mission, maar dat zou wel eens aan de late kant kunnen zijn, want we gaan inmiddels op weg in een moordend tempo naar de laatste bocht met dezelfde koploper en dat is nog altijd die Casper. Op de tweede plaats hebben we dan aan de buitenzijde doordrukkend en wat loopt die in koers Megan Flevo? Maar een kanariefeestje is hier in de maak. Wie oh wie gaat het worden? Kiss and Ride of Megan Flevo? Charles Ma van den Berg. Wat schitterend zo op weg naar die kanarietribune. Laat je maar horen voor ze. De winnaar is nog niet bekend. Megan Flevo aan de buitenzijde. Kiss and Ride. En Megan Flevo. Megan Flevo, Kiss and Ride. En op de derde plaats dan de moegestreden Casper voor de rest. Dat is de voorlopige uitslag. Wat een feest voor de Canaries, zeg. Deze twee paarden mijlen te goed. En wie het gewonnen heeft, dat mag de aankomstrechter bepalen.